We zijn bij het CIO in Rotterdam. Kijk, allemaal. Ja? Ja. Ze zwaaien, braaf. Ja, oké. Okay. We gaan naar binnen. Ik ben er nog nooit geweest. Ja, ik ben wel op de Rotterdamse manege geweest, maar nog nooit op CIO. Dus ik ben heel benieuwd. Test daar nog oppast, kind. Nou, ik denk, ik wil even op zo'n ding. Zullen we dat zo even doen? Ja. Kunnen we eerst even... Op blikje gooien. Ja, je mag zo. Zo. Ze hebben echt een hele... En op het CIO is er voor ieder wat wils. Je kunt zelfs aan een nieuwe sport beginnen. Binnen het paardrijden. Jij komt snel op een paardje. Ah, ik kan alleen niet achteruit. Oh, oké. Okay. Dan moet je even omdraaien. Estra de Ruiter, Halloween. Zoals je kunt zien zitten wij lekker in de VIP tent. Tess is al bezig met de startlijst. Tess zit er al klaar voor. Maar kijk, ik heb hier ook Bella een streepje onder gezet. We gaan zo kijken naar de eerste combinatie. Dat is Sybe Kramer op Hestia. Hij kan elke seconde binnenkomen. Kijk, daar komt hij. Hij heeft zojuist de bel gehad, dan krijgt hij 45 seconden om naar NS1 toe te rijden. Ondertussen sta ik hier lekker nat geregend te worden. We gaan nu kijken naar de eerste combinatie van de barrage in de klasse M van de Zuid-Holland Cup. Ze blijft mooi foutloos. Cavia. Dode cavia? Ja. Nou, eigenlijk is het een dode kat, maar ik vind het een dode cavia. Je twee van die oogjes erop. Ja, zo. Nou, komt u maar. Nou, moet ik gelijk beginnen met de eerste vraag? Dat mag, wat je wil. Nou, wat zou je meenemen? Je mag één ding meenemen, wat zou je dan meenemen naar een ander eiland? Een goed spannend boek. Een goed spannend boek. En daar moet je ook nog saai overleven, hè? Ja, maar ja, ik kan papier opeten. Oh ja, ja. En dan doe ik zo water doe ik in een kokosnotenschelp en dan doe ik dat in de zon. En dan ga ik damp opvangen en dat ga ik opdrinken. Oké. Okay. Ik heb erover nagedacht. Oh. Omdat jullie cookie weg hebben gedaan, zouden jullie een nieuwe gezelschapspony willen nemen? Weten we nog niet zo goed, want we hebben heel lang hiervoor voor cookie een Shetlander gehad. Maar die werd heel eigenwijs, omdat hij werd gewoon heel eigenwijs. Dus die is toen naar een manege voor gehandicapten gedaan. En ik twijfel nu een beetje of ik misschien twee Shetlandertjes neem, gewoon voor de gezelligheid. Maar ja, als het dan, stel je voor dat de stal heel vol raakt en het wordt koud in de winter, dan moeten ze buiten in een stalletje staan. Dan vind ik het ook weer zielig. Oh ja. Ik zou het wel heel graag willen, alleen mijn papa vindt het ook wel goed, maar mijn mama die niet zo. Nee. Als je de laatste dag op aarde zou zijn en daarna naar Mars gaat of zo, wat zou je dan niet doen? Nou, mensen. Laatste dag op aarde, dan zou ik.
het bos gaan. Ja. Dan zou ik daarna heerlijk comfortabele kleding aantrekken. Ja. En dan ga ik daarna met al mijn familie barbecuen en in de tuin zitten. En dan is het goed. Ja, is het dan goed? Ja, dan is het goed. Oké. Dan kan je emigreren naar Mars. Ja, dan kan ik emigreren naar Mars. Naar Mars ook nog. Ja. Zou er niet een planeet zijn met alleen maar paarden? Zo, dat zou wel fijn zijn. Unicorn planet. Oh. Dat is toch wel weer. Gaan we daar toch wel naartoe, hè? Ja, we gaan er naartoe. Ja. Hoe kom je aan die blauwe plekken hier? Nou, Halloween kwam op schoot van een grote hoogte. Dus ik heb nu mijn jukbeen gebroken. Hier zit zo een breuk in. Oh. En moet dan maar doet niet, ja, doet wel pijn, maar het doet niet mega veel pijn. Yeah. Dan moet ik maandag naar het ziekenhuis, naar de kaakchirurg. En die gaat dan kijken of hij het mooi dicht kan maken. Okay. En ik heb ook allemaal blauwe plekken en schaafwonden. En als deze arm doet heel veel pijn. Maar verder... gaat het nog goed? Verder gaat het nog goed. En ik heb ook gewoon gereden. En het ging alweer veel beter dan de vorige keren. Er blijven altijd dingetjes die net even wat mooier kunnen of net even wat beter. Maar ik was eigenlijk... heel erg tevreden. Ik vond het alleen een beetje jammer van de punten, want die waren niet zo heel hoog. Nee, maar ik ben echt benieuwd wat er ook op mijn protocol staat. Ja. Maar straks pas de prijs krijg ik dus. En ik wil kijken of ik zo'n hele mooie strik kan scoren. Ik wil heel graag zo'n mooi, niet zo'n standaard strik, zo'n oranje of zo'n rode of zo'n witte, maar zo'n mooie met CIO Rotterdam. Oh dat, ja. Ga kijken zoals wij van Chipping Sluis hebben zo. Ja, zo'n hele mooie grote die heel mooi kent. Dat ga ik proberen. Dat zou je nog een veulentje op stal willen hebben? Een veulentje op stal? Ja, die je dan zelf kan opvoeden. Weet je wat ik een beetje jammer vind? Ja. Wij zijn vergeten om met Barino en Olili een veulentje te maken. Want Barino is altijd dekkers geweest. Op zijn 24 heeft hij heel veel veulentjes gemaakt. Oh, en toen, hebben we hem gecastreerd omdat hij met pensioen ging. En toen zijn we vergeten om een veulentje met Olili te maken. Dat had ik heel graag gewild. Ja. En ik zou het ook wel cool vinden om een keer een veulentje te fokken. Maar ik denk dat dat het coolste is als je de merrie van jezelf is, zeg maar. Want dan is de veulen ook van jou. Eigenlijk is dat best wel gek, hè? Want dan heb je een hengst. En die laat je dan een veulentje maken, maar dat veulentje is niet van jou. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. Want de merrie krijgt het veulentje. En daar is dan het veulentje van. Dus ik denk dat ik gewoon een keer een goede merrie moet nemen en een mooi veulentje moet vangen. Vind ik wel leuk. Ja. En we hebben één veulenstal bij ons. Kun je tussenschot tussen uithalen, dan wordt het een hele grote en dan kunnen ze dan in. Ja, dat hebben wij ook gestolen. Ooit een keertje. Ooit. 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 In de verre toekomst. Dankjewel. Dat je me graag gedaan. Ik vind het wel echt een originele vraag. Ja. Hij zegt iets anders dan... Kijk, niet zo van, ja, wat wil je liever, dressuurruiten of springruiten? Nou, dat is gewoon makkelijk, want je doet nu dressuur. Ben je tevreden met wat je net hebt gedaan? Ja, dat daar ben ik heel tevreden over, ja. Ja. Maar dan weet ik ook als het er slecht zou zijn gegaan. Ja. Ik vind dat toch leuk om hier te zijn. En het is ook niet standaard. Heb je liever een hengst of een merrie? Of vind je liever een bondpaard of een zwartpaard? Dat zijn leuke originele vragen. Hier hebben we Tamara Klop, de winnaar van de M-rubriek. Ze gaat ervoor. Wow. Oh ja, ik heb wat Ja, er is iets te veel risico genomen. De wou niet dubbelslag binnenhalen, maar dat lukte net niet. Ze wordt er maar klopt. Ze zijn aan het opruimen en ze zijn al bijna klaar, joh. Het is wel leuk om te vertellen over Lisa Noor dat ze nog helemaal niet zo heel oud is. En nu al in het 1,50 rijdt. Dat vinden wij wel knap. Het gaat ook best snel. Nu
gaat ze richting de bubbels. Het is nu al. Nee, de tijd gaat ze niet halen. Fantastisch, dames en heren. Ja, wat een wind van die storm. Tessa, hoeveel moet er nog? Laten we het houden op veel. En wie staat er nu aan de leiding? Gewoon dubbel dag. En tweede? Ook iemand van Nederland. Oh, dat is goed. Dat is een goed tip. Oh, en derde? Weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Je bent alles aan het bijhouden daar. Alleen de Nederlanders. Goed zo. En onze Kim die zit er dichtbij om te filmen. Die is van het filmen vandaag. Ja. Siebe Kramer heeft net ook in het 120 en 130 van de Zuid-Holland cup gereden. En nu rijdt hij ook gewoon even het 150 mee. Ik ga het ook niet redden hoor. Maar ik zorg wel dat ik mee rijd, niet dus. De winner van de selectie voor Jeroen Tulla. Tess! Ja? En die is de geworden, yay! Ik ben Elsmiek en ik ben van JRS en wij zijn distributeur van Sprenger. En ik heb een cadeautje voor je meegenomen, Tess. De Flexside Beugels. Wauw, ze zijn echt mooi. Jullie zijn echt... Zal ik ook maar? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik weet niet, want dames zitten onder het zakje. En die is nu ingebouwd, zeg maar. Ja. Die jas is vandaan, Jelle, jongens. Ik vind het hele lekkere jas. Steven heeft ook heel koud, die zit in de deken. Wanneer heb jij een roze aan? En daar staat nu gewoon te vernikkelen. Ja, ik vind het Kim, hè. Dat is dan wel weer lief van je. Nou, ik heb een paar vraagjes voor je. Oh jee. Wat zou je doen als je de laatste dag op aarde was en dat je daarna naar Mars ging? Wat zou je dan op de laatste dag doen? Ik had serieus paardenvragen verwacht, daar ben ik wel op ingesteld. Wat zou ik doen? Ik zou sowieso al mijn honden, katten, paarden echt mega knuffel geven. En mijn ouders en mijn familie natuurlijk. En ik zou nog een hele grote zak patat eten. Want ik hou van patat en dat, op Mars hebben ze geen patat, denk ik. Nee, ik denk ook niet. Ik denk dat het dan zo rondzweeft. Ja. Van, waar is mijn patat nou? Dus lekker patatje eten en iedereen knuffelen. Ja. Als je naar
naar een onbewoond eiland zou gaan en je mocht één ding meenemen, wat zou je dan meenemen? Camera. Een camera? Ja. Om te filmen? Ja, om te filmen. Met wifi dat ik het door kan sturen naar de bewoonde wereld. Ja, maar... Maar op een onbewoond eiland ziet ook niemand je. En je hebt eten, je hebt drinken. Nee, want dat is daar niet. Oh, dan zou ik eten meenemen, denk ik. En wat nou als je wat wilt drinken? Ja, ik mag maar één ding meenemen. Nou, eten dan. Eten dan, ja. Weet je hoeveel wedstrijden je ongeveer hebt gewonnen? Oh, gewonnen? Oeh, dat weet ik echt niet. Ik rij al vanaf mijn 7e paard, dus dat is echt al heel lang. Maar ik weet ook niet hoeveel. Nee. 10 of zo? Niet heel veel. Jawel, meer toch? Nee, 10. Nou, super knap. Als je ouder bent, dan heb je er vast wel meer. Ja. Maar ik weet het eigenlijk niet. Nee, je telt ze niet meer op? Nee. Nou, het valt wel mee hoor, maar wel een hele leuke wedstrijd. Ja. Nou, ik wil je eigenlijk een keer uitnodigen om bij ons op Corona te gaan springen. Omdat jij in dressuur... Springen? Ja, springen. Omdat jij een dressuurruiter bent en dan... Maar ik ben heel erg dressuurruiter, hè? Ik kan niet springen. Ja, niet ik. Dat ik je dan gewoon les ga geven op zo'n niveau ongeveer. Iets lager mag dat ook? Nee. Maar wel als jij mijn les gaat geven. Ja. Oké, bij deze. Ja. Dan gaan we snel een keer afspreken. Goed idee. Mag ik jou nu ook een vraag stellen? Ja hoor. De onbewoonde eilandvraag. Oh. Wat zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland gaat? Je moeder. Zie je hoe moeilijk? Hoe moeilijke vraag je me hebt gesteld? Eten. En dan wat als je nou moet drinken? Nou, dan pak ik zo'n kokosnoot. Ga ik neem. Dan haal ik water, dan laat ik hem koken in de zon. Dan kan ik het zo drinken. Oké, is goed. Dat is dan een overleving. Zo, heel slim. Nou, dan kom ik snel een keer langs, ja? Ja, goed. Hè. Hier is je jas terug. Nee, niet meer. Iedereen noemt dit mijn dekbed. Maar iedereen is jaloers, want iedereen heeft koud, behalve... Ik! Het is gewoon zo... Lekker warm! En bij het model stond het zo, heel mooi getailleerd. Toen kreeg ik hem binnen. Het was zo. Het was gewoon niet binnen. Maar het is wel lekker jas. Nee, ze zijn zo hoog dat je de ruiter niet eens kan zien. Hij gaat nu naar de driesprong. En hij is nog steeds foutloos. En hij blijft foutloos. Oh. En dit was het CEO in Rotterdam. Inmiddels is de avond gevallen. De lampjes zijn aan. En we gaan weer naar huis toe. Vond je ervan, Steve? Ik vond het leuk. We zaten goed. Alleen het weer zat niet helemaal mee, het was een beetje koud. Maar de sport was weer leuk om te zien. En vooral, Chris? De keten vooral? Vooral het springen. En Chris? Het springen was super leuk, we hadden hele goede plekken. Het was wel een beetje koud. En de catering in de VIP-ruimte had beter gekund. Tess, vond je ervan? Leuk! Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je heel graag bij een volgende video. Vond je hem leuk? Een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik zie je heel graag. Morgen denk ik en anders volgende week zaterdag. Doeg!